weer. Maar ja, ik had liever 3 weken zon gehad. Maar ja, dat, ook regen hoort natuurlijk bij de Tour de France. Ik hoop dat het niet al te veel slechte dagen zijn. De vooruitzichten zijn ook niet zo goed, maar ja, we zien het wel. En zo is het. We gaan het zien. Wie het ook zag, dat was Steven Kruiswijk. Op visite bij zijn ploegmakkers, die de moraal in de busjes ging polsen. Het is toch wel een mooi evenement natuurlijk om erbij te zijn. En, ik hoop voor mij dat het de laatste keer is dat ik aan deze kant van het hek sta, zeg maar. Maar ja, ze hebben er wel zin in. De moraal is goed en ja, het is toch leuk om te zien dat het zo goed gaat. En ik denk dat ze ook nog mooie 2,5 weken te moed gaan. Zo. Een mooie 2,5 week, maar dan toch liever met andere omstandigheden. Waar overigens niet al te veel aanpassingen aan het materiaal voor nodig zijn. Een beetje extra olie op de ketting en wat minder druk in de banden en klaar is Bart. We hebben met goed weer rijden de meeste jongens met 9 bar in de banden. En de meeste willen nu op 7,5 voor en 8 achter. En wat is daar de reden van? Ja, dat je wat meer grip hebt. Hè. Het is wel Nederlands, hè? Nou, weet ik niet. Tegenwoordig hebben wij een tropisch klimaat in Nederland, toch? Dus ik ben er niet meer gewend. En vanmorgen zag het er mooi uit. Leek het goed. We zouden op de fiets hier naartoe komen, maar we moesten de plannen bijstellen. En beter met de bus. De bus die hadden de renners misschien ook wel willen nemen naar de finish op de Muur de Bretagne. Daar lag de finish op een mooie klim. Voor Rabo wederom een dag die zonder grote kleerscheuren voor de kopman verliep. Robert Geesink, alle grote laten zich zien en jij bent erbij. Zo, ja, net een beetje het explosief van mij dit. Ik ga even naar binnen, ja, het is koud. Hoe was het voor jullie onderweg? Ja, het was natuurlijk vervelend, die regen en zo, maar gelukkig was het niet al te koud. En ja, ik denk Robert die startte als tweede, denk ik. Dus dat hebben we goed gedaan. En voor de rest was het naar de finish rijden voor mij. Ik heb hem al vooraan afgezet. Het was nog wel even lastig de laatste 5 kilometer. En dan ging berg op, berg af. Maar ik denk dat ik dat goed gedaan heb. En,